We staan hier in de bibliotheek in Oldebroek vanwege een hele speciale gelegenheid. En ik sta hier met Lisa. Lisa zit in groep 8. Groep 8. Want alle kinderen uit groep 8 die dat willen, die kunnen dit jaar een boek ophalen in de bibliotheek. En weet je ook waarom dat is? Nou, iets met een trailer van een film Oorlogswinter. Vertel eens, kun je er wat meer over vertellen, over die trailer? We konden ons inschrijven als je had gewonnen met je school, zeg maar. Dan kon je inschrijven om mee te doen aan een soort trailer en film voor film Oorlogswinter. En de eerste drie die zich zouden opgeven, die zouden mee mogen doen. En ik was één van die drie. En toen gingen we op school, moest ik een stuk voorlezen uit het boek. En toen gingen ze filmen en iedereen mocht vragen stellen aan Jan Terlouw, zeg maar. En dat gingen ze dan aan hem die filmpjes laten zien. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk. Heb je de film al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Komt er een keer dat we mogen kijken. Maar dit is een boek van Jan Terlouw. Jan Terlouw die heeft gewoond in de gemeente Oldebroek. En hij is ook commissaris van de Koningin geweest in de gemeente, in de provincie Gelderland, moet ik natuurlijk zeggen. Dus deze mag ik jou geven, de eerste. En heel veel leesplezier. Vind je lezen leuk? Ja, ik hou heel erg van lezen, ja. Oké, dan ben ik heel benieuwd als we elkaar nou weer zien of je dan het boek uit hebt. En vertel je me dan hoe je het vond? Ja, zou ik doen. Afgesproken. Lisa, je bent het eerste kind wat het boek Oorlogswinter uit de gemeente Oldebroek overhandig heeft gekregen van de burgemeester. Die heb je gekregen van de bibliotheek ook. Ken jij het boek? Zelf ken ik het niet, maar mijn zus die heeft het wel vroeger al gelezen. Die had er zelf al wel één, maar ja, zelf niet. En je weet wat er over gaat, Oorlogswinter, dat zegt genoeg. Ja. Zeg jou de oorlog ook nog iets? Of is dat zo ver dat je zoiets hebt, nou, zo lang geleden? Nee, het is zo lang geleden. Ik hoor ook niet echt altijd verhalen, maar ik vind het zelf wel heel eng. Ja. Heel eng? Ja. Ja. Ja, en dan gelukkig dat wij hier in vrijheid leven. Ja. Dat boek ga je het lezen? Ja, zeker ga ik lezen, ja. Ja, burgemeester, we staan allebei met het boek Oorlogswinter in de handen. Een heel mooi, spannend boek. Waarom krijgt de jeugd dit boek gratis? Nou, dit is natuurlijk het jaar dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. En vrijheid is een belangrijk iets. En we vergeten met elkaar wel eens hoe belangrijk dat is. In veel delen van de wereld is het niet normaal dat je zo vrij bent als wij hier in dit land zijn. Omdat we daaraan willen terugdenken, aan 75 jaar vrede, geven we aan alle groep 8 kinderen die dat willen en hem ook willen ophalen, het boek, want we gaan ook de film vertonen, maar die is van 12 jaar en ouder en de kinderen uit groep 8 mogen daar misschien net nog niet heen, dus om ook hun iets te geven en ervoor te zorgen dat zij iets blijvends hebben, geven we het boek. Nou, en omdat het natuurlijk best wel veel werk is voor de bibliotheek om al die boeken aan al die leerlingen van groep 8 die dat boek komen ophalen in de bibliotheek, om dat allemaal te doen, hebben we hier een bosje bloemen voor de mevrouw van de bibliotheek. Dus als de mevrouw van de bibliotheek er nu ook even bij wil komen. Prachtig. Alsjeblieft. En ik hoop dat u heel veel boeken moet weggeven. Nee, dat hopen wij ook inderdaad. Dat we heel veel boeken mogen weggeven. Dat alle kinderen van groep 8 langskomen om een boek te halen. Oorlogswinter. Oorlogswinter. Helemaal goed. En mocht je nou denken, maar ik ben helemaal geen lid van de bibliotheek. Tot je 18e kun je gratis lid worden van de bibliotheek. Dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Dus gewoon langskomen.